denk je het echt, ik moet nu naar de Action rennen om dit te halen. Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. En het is weer een Action shoplog. De Action begint weer een beetje hot te worden op YouTube, merkte ik. Vorige maand was ik er, geloof ik. En die video is echt super leuk ontvangen. Sowieso kreeg ik daar echt voor het eerst wat ik nooit heb. Allemaal vet lieve reacties over hoe ik eruit zag. Want ik had een beetje mijn make-up mooi gedaan in mijn haar. En vandaag kom ik echt net uit de regen. Helemaal gehaast, dit en dat. Ik heb het wel een beetje gefixt. Maar ik had te veel zin om het op te nemen, want ik ben gisteren bij Action geweest. Deze hele tas, mega zwaar. Helemaal vol van Action Almere, bij de Aldi, bij het station zeg maar. En een hele Lidl tas vol met Action kraaiennest. En het is echt gestoord veel wat ik heb gekocht. Heel veel zin om het te laten zien. Ik kom heel vaak in de Action, omdat ik natuurlijk ook juf ben en daar koop ik... Zo, gaat het lekker? Katten? Oké, daar koop ik allemaal spullen voor mijn klas en zo, dus ik probeer niet te veel naar alle leuke dingen te kijken. Maar vandaag mocht ik van mezelf gewoon echt eventjes, dus gisteren, weer even rustig rondkijken en ik zag heel veel leuks. De prijzen komen of in beeld en anders waarschijnlijk, meestal doe ik dat in de beschrijving. Let's go. De eerste tas is nu Action kraaiennest. Het eerste wat ik zag, deze spotte ik vorige week al toen ik voor mijn werk op zoek was naar dingen. Toen dacht ik, ik zag hem bij de kassa, toen dacht ik, oh die vind ik leuk. Toen pakte ik hem in Almere, heb ik hem uiteindelijk teruggelegd. Ik dacht, ik heb het niet nodig. En toen was ik een paar uur later in Kruien en toen dacht ik, ik vind hem te leuk. Dit is dus om op te hangen. Nee, het is niet om op te hangen, het is om neer te zetten, zie ik nu. Maar je kunt hem vast ook ophangen. Je kunt hem makkelijk aan een spijkertje hangen of nou, hangt hij scheef. Dat moet ik nog even bekijken. Dat vind ik wel jammer. Oké, dat vind ik wel echt een minpunt. Misschien ga ik hem dan terugbrengen. Want ik zou niet weten hoe ik hem anders kan ophangen. Je kunt ze dus openmaken en je eigen fotootjes erin doen. Maar die erin zitten zijn ook wel leuk. En volgens mij is die €4. Dus een super leuk prijsje. Dan begin ik even nog met het saaiste. Dit zijn deze. Die heb ik volgens mij in elke video. Favoriete kleerhangers. Ik blijf kleren kopen. Dus ik heb ook meer kleerhangers nodig. Deze hebben dus zo'n fluwelen dingetje. Waardoor die kleren er minder snel afvallen. Als je er een beetje wild mee bent, dan breken ze wel snel. Ik heb van anderen gehoord, oh heb ik nooit. Dan ben ik blijkbaar te wild, want ik heb er echt al zeker 20 ben ik er kwijtgeraakt. Doordat ik het wil zeggen. Oh, en je moet ook niet die haak gaan draaien, want als je dat te veel doet, dan soms hang ik zeg maar iets aan de deur, dus dan draai ik het. Dan doet hij het niet meer. Oké, next. Superleuk is deze mand. Die had met meer patroontjes. Oh, voor ik het vergeet. Ik heb gisteren jullie meegenomen in de Action in mijn weekvlog. In kraaiennest Action. Want ik zag zoveel leuke dingen die ik niet kocht dat ik dacht, dan doe ik dat even. Ik heb best wel wat beelden gemaakt. Dat komt in de weekvlog van aankomende week als jullie dit zien, als het goed is. Ik heb deze gekocht. Ik zie vaker wel van dit soort leuke manden, maar die vind ik te groot. En het huis is hier niet zo groot, dus dan koop ik het niet. Ik wil niet te veel plantendingen in huis, maar ik vond deze wel echt super, super schattig. Ik dacht voor in de wc, voor de wc-rollen of zo. Of in de badkamer. In ieder geval badkamer of wc. Super leuk mandje. Deze vond ik te schattig. Dit is een tandenborstelhouder met een tandpasta. Oeh, smiley. Met een tandpasta ingang. Kijk hoe mooi die is. Dit vind ik dus zo'n soort pareltje. Eerst denk je saai en dan denk je ineens, als je alleen deze los ziet, zeg maar naast al die patroontjes denk je, en als je hem dan los ziet denk je, oh die is zo leuk. Dus dit is zeker een tip. 2 tandenborsteltjes, tandpasta, super cute. Kan ik dit hier doen? Zien jullie dat? Wat hebben we nog meer? Oh, dit vond ik leuk. Dit is natuurlijk vaak dat je eten bewaart of zo. En dan ben ik iemand die vergeet folie eroverheen te doen. Dan ben ik te lui voor, dan moet Ruben het doen. Of je kunt er een bord overheen zetten of je kunt er een bakje doen. Maar dit is ideaal. Dit zijn 5 small, medium en large. Oh, 2 keer small, 4 keer medium, 3 keer large. Een soort van badmutsjes geloof ik. Dit zijn gewoon plastic dingetjes met een elastiek die je zo om een pot heen kan doen. En ook wel kunt herbruiken. Denk ik. Lijkt me heel handig. Mocht het handig zijn, dan zie je het wel in mijn weekvlog voorbij komen. Deze moest ik toen... Die had Larissa in haar video aangeraden. En ik had ze toen niet gekocht. En nu heb ik ze wel gekocht. Ik hoop dat je het ziet. Ik denk het niet. Maar het zou wel leuk zijn. Dit zijn lavendelvuilniszakken. En ze schijnen echt de bom te zijn. Ik heb er meteen 2 meegenomen. Ten eerste is de kleur geweldig. Ten tweede ruiken ze dus lekker. Ik hou van lavendel. En het zijn er maar 15. Het zijn iets duurder dan de gemiddelde vuilniszak. Ik bedenk me nu dat ik mijn audio ben vergeten te filmen. Dus het geluid zal iets minder zijn in deze video. Sorry. Wow. Deze zakken ruiken gewoon echt heel lekker. En best wel naar zoete lavendel. Dus ik denk zelfs dat mensen die niet zeg maar echt lavendel haten, maar lavendel niet zo chill vinden, dat die deze wel chill vinden. Dan heb ik een Zeem window wiper, hoe noem je dit? We hebben er nu één, maar die gaat in het midden een beetje zo dat hij net niet goed pakt. Dus ik hoop dat deze het wel goed pakt. Ik heb, zijn even wat saaie dingen. Bakpapier, een rol, want je hebt ook die met losse vellen, maar die zijn altijd te groot. Dus gewoon weer een rol. Ik weet dat ik heel veel momenten heb dat ik steeds denk, ik had bakpapier nodig gehad. Want dat hadden we laatst met Rebecca en Christina croissants. Nou, die moesten toen op het rooster, die waren er helemaal doorheen gevallen. Dit vind ik ook leuk. Dit is een cleaning wipe on a roll, dus schoonmaakdoekjes op rol. Echt van die wegwerpdoekjes. Ik vind dat doekjes veel te snel gaan stinken namelijk. Je scheur je er zo af en dan heb je een doekje. Dus dat lijkt me ideaal. Ik ben benieuwd of jullie deze al kennen. Ik had ze nooit gezien. Ik heb er nooit naar gekeken. Dan weet ik niet of Ruud het leuk vond, maar ik weet dat hij houdt van dit soort armbandjes. Ik vond deze wel... Hij wil nooit te heftig. Zo'n mannenarmband. Ik ben benieuwd of hij hem leuk vindt. Ik heb hem gewoon meegenomen. Dan heb ik iets wat ik al heb op mijn werk, maar die is niet van mij. En ik weet dat het... Ik dacht dat het best wel duur was en moeilijk te krijgen of zo. Stickerverwijderaar. Omdat die maar €2 was, dacht ik, die komt ooit te pas, dus die neem ik gewoon mee. Ik heb zo vaak wel dat ik ergens stickers vanaf wil halen. Het is best wel heftig spul hoor. Maar voor €2, volgens mij is het echt wel heel erg goedkoop. Dan ben ik best wel fan van deze lijn van de Action. Daar heb ik zo'n roze spray van, die had ik jullie al een keer laten zien. En nu heb ik dan de afwasmiddel ervan. Ik heb hem eigenlijk niet eens geroken, maar ik vind het er ook zo leuk uitzien. Het is nog minder dan €1 geloof ik. Ruikt heerlijk. Ik ben helemaal fan van deze lijn. Het is ook heel erg natuurlijk en zo, dus dat vind ik echt top. Dan had ik laatst van jullie de tip gekregen voor van die... Ik heb hokjes naast de kattenbak laten vallen en boven zit nu opzeten. Dat is wel schattig. Sokjes die je niet ziet. En die heb ik bij de Zeeman gekocht. 2 nude met een soort silicona plakbrandlaagje. Die zijn top. En ik dacht, ik ga deze ook proberen. Dit zijn van die mooie lace sokjes. En je hebt dus op de bodem. Hier heb je wat van het spul. En erin. Helemaal rand. En het is best wel comfortabel, dus ik hoop dat deze ook goed zijn. Ik vind ze echt mooi. Het zijn 2 kleurtjes, wit en lichtgools. Ideaal als je wel bijvoorbeeld sneakers onder een jurkje wil dragen ofzo. Want ik heb dat dus met blote voeten gedaan en ik heb echt geen last van stinkvoeten. Maar ik heb oprecht mijn Adidas Superstars daar compleet mee. Want iedereen krijgt stinkvoeten als hij zonder sokken heel lang in zijn schoenen gaat. Super dom. Dan heb ik weer tape, want ik heel veel pakketjes bestel en ze dicht moet kunnen plakken en pas op. Ik heb, dit zijn echt een beetje, straks komen meer de home decoratie dingen. Bottle cleaner. Ik merk dat ik ben hier helemaal losgegaan met allemaal dingen die ik wil proberen. Voor bijvoorbeeld je dopper en zo. Ik las ook, er kunnen toch best wel snel bacteriën inkomen. Een van die flessen die je gewoon herbruikt. Dus dit is echt voor jou voor je bottle. Geen idee of het heel bijzonder is, maar ik vind het vaak een vies idee dat je echt sop in je ding doet. Ik weet, ik hou er niet van. Ik denk dat het toch wat beter is. Je doet het in je flesje, gaat schudden en dan is het tegen bacteriën. En ik denk dat het een beetje antibacterieel is. Misschien schuimt het minder. Misschien is het gewoon letterlijk zeep. Ik wou het gewoon een keer proberen. We hebben een nieuwe salontafel met glas. En het schiet er snel bij in om die schoon te maken. Dus ik dacht, als er nou doekjes onder liggen, moist glass wipes, dan kunnen we hier maar heel makkelijk gewoon lekker de tafel afnemen. Dus dan liggen die er gewoon onder. Of in onze tv-bubbel gewoon lekker dichtbij bij de hand. Ik hou gewoon heel erg van die wegwerpdoekjes. Misschien minder goed voor het milieu, maar ik vind dat gewoon wel praktisch. Dit, geen idee of ik Ruud daar blij mee maak, want hij heeft waarschijnlijk 100 mensen boeken. Maar hij doet natuurlijk een opleiding, of natuurlijk, dat weet je misschien niet, maar een opleiding die, waarbij je dit wel heel erg leuk vindt. En het is een hobby, een boekje over snoeien. Die is eigenlijk een beetje random, maar ik vond het gewoon heel leuk en leerzaam. Kijk, het was €2. Een boek, een plaatje, zo doe je dat moet doen. Weet je, hij vindt dat wel leuk, dus ik hoop dat hij het leuk vindt. En kruiden, die vond ik eigenlijk het leukst, maar ik dacht ik neem die ander ook mee. Over allemaal kruiden, misschien heeft hij het ook al, maar ik vond het wel leuk. Action hè, Action, dan ga je los. Deze zie ik altijd, nu dacht ik koop hem een keer. Hebben jullie hem? Kent iemand hem? De Holy Monster dressing. Ik koop eigenlijk nooit dressing, omdat ik vind dat je het heel snel op moet maken voordat het over datum gaat. Ik gebruik het dan niet zo vaak. Dan vind ik het zonde, maar deze was €1,50. Iemand enig idee hoe lang je dit kunt bewaren, want het staat altijd beperkt houdbaar. Maar hoe lang is dat? Mosterd, honing, dressing. Lekker. In de zomer eten we ook meer sla. Dus dan is dat fijn. Nog iets. Ik hou heel erg van kruiden en zo. Ik heb deze gekozen om de kleur. Want je had ook in niet pastelkleuren had je basilicum en zo. Maar ik wilde ze echt ook voor de potjes hebben. Ik vind deze potjes te leuk. Kijk dan. Is dat iets scherp volgens mij? Kruidenpotjes. We hebben peterselie, oregano en bieslook. Nou, kruiden die ik echt wel veel gebruik. Hele leuke kleurtjes. Super leuk. Hiervoor moet je dus echt goed zoeken. Want dat zie ik normaal niet. Maar als je dus besluit van ik ga echt even goed rondkijken, dan zie je dat ineens. Dan is mijn lievelings Secret deodorant uit Amerika op. Waar ik echt meer dan 2 jaar uiteindelijk mee heb gedaan. Met meerdere. En die deo is fantastisch. Maar ja, hij is op. Ik ben niet meer in Amerika. Dus ik heb even... Ik hou niet van spuit. Deo vind ik niet zo goed. Deze gocht. En nu maar hoop dat die goed is. Geen idee. Vast niet zo goed als die ander. Die is gewoon grappig. Dan ben ik gestopt met Babylips kopen. Maar deze vond ik goed omdat ik eigenlijk nooit UV-filter op mijn lippen draag. Dit is 20 SPF, sweat resistant en 8 uur moisture. En het is ook, hij ziet er allemaal niet heel erg cute uit ofzo. Dit is gewoon een sporty zomerse Babylips. Het is wel handig. En in mijn vorige video had ik posters gekocht. Heel veel mensen zijn ze gaan halen aan de hand van mijn video. Vind ik heel leuk. Deze zijn dus €1. En ik heb ze nog niet als posters gebruikt. Maar ik vind ze dus geweldig als kaartjes voor bijvoorbeeld verjaardagen. En ik snap nog steeds niet hoe het zo goedkoop kan zijn. Want deze posters zijn net verjaardagskaartjes, vind ik, die kleintjes. 17 posters voor €1. Het blijft bizar. Ik wil even laten zien zo welke posters ik nu heb. Zo leuk als verjaardagskaartjes. Zo leuk. Echt op mee te knutselen. Die prijs. Oh, deze is opengescheurd. Maar volgens mij heb ik ze nu allemaal. Allemaal niet leuk vind. Die andere had ik dus vorig jaar gekocht. En deze. Ik heel veel de vraag, waar liggen ze? Waar liggen ze? Ze liggen dus echt bij de lijst en de posters. Goed zoeken. Het is een klein stapeltje. Ik heb ze in elke Action tot nu toe gezien. Dus je moet gewoon goed kijken. Dan de tas van Almere. Ik kocht... oh, nu komen heel veel panterdingen. Deze sjaal. Die echt nog geen €2 kostte. Hij is niet heel lang, maar ik vind hem echt wel heel erg mooi. En ik had bij de Zara... heb ik een pantersjaal gekocht. Maar dat is dan veel duurder. Ze hadden meerdere printjes, maar ik vond deze toch wel heel leuk. Kijk. Kijk, hij is niet zo groot, maar het is nu ook zomer. Bijna. Ja, ik vind het qua afwerking vind ik dit niet zo mooi. Waarom zit hier nog helemaal zwart? Ik vind dat erg lelijk. Oh, dat vind ik niet zo mooi. Maar ik vind de panterprint zelf wel heel leuk. Dus die komt sowieso van pas. Hier zie je weer anders. Wat een rare sjaal. Oh. Huh? Ja, deze print vond ik heel leuk. Komt sowieso van pas. Ook als kleedje of zo. Ik vind deze print echt tof. Een tasje die ik eigenlijk een beetje kinderachtig vind. Ik twijfelde erover, maar was nog geen €5. En ik heb even tasjes nodig die niet zwart zijn. Ik hou van crossbody, dus over je schuin over je schouder tasjes. En de camera moet erin passen. En dat was deze. Gewoon een leuk roze kleurtje. Ik vind het bloemetje een beetje kinderachtig zoals ik al zei. Ik vind het ook lelijk dat hier gaatjes zitten. Want dan denk ik dat is echt zo'n knutselbloemetje met gaatjes om vast te naaien of zo. Maar ik heb het oprecht nodig. Ik heb nu al zoveel winkels naar leuke tasjes gezocht dat ik dacht ik neem hem gewoon mee. In de zomer komt het voor mij sowieso van pas. Hij toont niet groot, maar mijn camera past erin. En dat is heel belangrijk. Want omdat ik nu dus al een heel lang week vlog, heb ik elke dag mijn camera mee. Plus, ik ben nu Instagram fanaat. Dus ik heb daarvoor ook altijd mijn camera bij om foto's te maken. Dan heb ik weer patches gekocht. Ze hadden weer heel veel leuke patches. Een beetje kinderachtige. Oh, dit zijn trouwens pin-ups. Deze vond ik wel stoer. Gewoon niet helemaal vol, maar om op één dingetje te pinnen. Hartstikke leuk. Dit setje. Deze nam ik eigenlijk mee omdat ik die bovenste twee vooral leuk vind. Kijk, voor dat geld wil ik het wel proberen. En hier vond ik de onderste met gouden bloemetjes echt heel erg leuk. Als je nog niet zoveel sieraden in je collectie hebt en je wil weinig uitgeven, dan is het wel een tip. Deze vind ik in eerste oogopslag, eerste opzicht ook niet heel geweldig. Maar voor in mijn gaatje en sowieso. Ik draag heel vaak knopjes, dus zo met z'n allen vind ik ze er niet zo mooi uitzien. Maar toen ging ik loskijken, toen dacht ik, oh weet je, die sterretjes, die hartjes, nog een keer sterretjes. Vind ik wel heel erg leuk. Dus al vind je 1 paar leuk, dan is het eigenlijk het al waard. Zetten we die in het ambesta. Dat is altijd best wel duur, die was hier 2 nog niet, dus die heb ik meegenomen. Heel belangrijk voor mijn tanden. Ik heb echt een beetje moeite met glazuur. Tuineren doe ik niet. Maar wel soms mijn haar kleuren of dingen waarbij ik handschoenen nodig heb. Ik vond deze gewoon zo leuk fout. Kijk nou. Zo leuk. Ze hebben zoveel leuke panterdingen. Het zijn echt hele mooie handschoenen. Echt met dat zo... Ja, het is echt een mooi good grip. Oh, het is echt zo... Weet je wel? je goede grip hebt, vond het te leuk. Ik ben er echt lekker op gegaan. Ik heb er echt van genoten. Gaat het goed, Noah? Een pantertasje. Omdat het gewoon panterprint is als ik dit leuk vind. Voor pennetjes of make-up kwasten. Ik heb altijd tasjes tekort. Dus handig. Dit vond ik leuk bij de babyafdeling. Handfoam. Dit is dus desinfecterend handschuim. Zonder water. Ook leuk voor mijn kindjes trouwens. Zeg je dat? Oh, heerlijk. Totaal niet plakkerig. Dat ik bijna denk, doet het wel iets, maar het zal wel. Nu een beetje plakkerig. Dit is voor honden, maar ik dacht, Bobby gaat dit geweldig vinden. Het is een chewy toy met een flavor van binnen. Dus het is dus een beetje gearomatiseerd kauw speelgoed. Niet eetbaar. Nou, vertel je hond maar even dat hij het niet mag opeten. Nee, maar dat het gewoon veilig is. Ja, het ruikt wel echt naar voer. Oké, ik ga het op het einde even aan Bobby geven. Ik ga nu eerst even door. Dan iets geweldigs. In eerste opzicht dacht ik, dit is dus niet mooi, omdat ik ze samen zag met alle andere bekers. Maar je moet even inbeelden als je maar een luipaard-panter-fan bent. En als je deze beker los ziet, dan denk je echt, ik moet nu naar de Action rennen om dit te halen. Kijk nou. Oh, dit zie ik zo in zo'n hip winkeltje staan voor €15 of zo. Echt waar. Wat vinden jullie ervan? Laat het me weten. Ik weet zeker dat heel veel het geweldig vinden en heel veel het echt verschrikkelijk vinden. Ik vind het zo leuk. Ik heb er 2 gekocht. Niet meer, dat vind ik too much. Je hebt ook andere printjes, die heb ik in mijn vlog gefilmd. Dan vind ik het dus lelijk worden, maar dit vind ik geweldig. Echt ontzettend blij mee. Nog iets heel erg leuks. Wat ik al wel vaker had gezien, ik dacht steeds ik haal hem niet. Maar Ruud was heel blij met, we hebben hier zo'n leuk plantenkaarsje. Daar een leuke plantenschilderij en plantenstandaard. En ik vond deze toch wel heel leuk om erbij te doen. Ik wilde niet te veel zo'n plantenmeisje worden. Maar ik vond deze niet too much. Ik vind deze echt heel erg leuk. Oh nee, mijn batterij is altijd leeg. Dan iets wat me echt aan mijn overleden oma doet denken. Laatst had ik ook macarons op mijn verjaardag. Toen dacht ik, had ik maar zo'n soort, niet een hele étagère, maar zo'n klein schaaltje gewoon. Kijk, gaan jullie dit kunnen zien scherp? Zo'n mooi ouderwets bonbonschaaltje. En dat was volgens mij maar €1. Dus super. Zeep die niet heel lekker ruikt, maar wel gewoon goed zeepachtig. Ik vond hem te leuker uitzien. Hallo, panterprint. Lekker fout, lekker leuk. Mondwater. Ik heb lenzenvloeistof. Maar dan zijn schaaltjes die ik ook overal voorbij heb zien komen. Je had ook ananas en flamingo's, die vond ik te overdreven. Maar deze vond ik erg leuk in mijn collectie. Ik heb geleerd in het leven, je moet niet doorslaan. Weet je, je moet de pareltjes eruit pakken. En dat waren deze. Dat wordt jullie een beetje vol hoor. En als laatste, die ga ik nu openmaken. Dit luchtjes hebben jullie dus hele leuke luchtjes voor €2 en minder dan €2. Maar je kon ze niet ruiken. Niet bij Kleine, Almere in ieder geval. Als dit lekker ruikt. Ik dacht ik gok, maar waag het gok voor jullie. Het ziet er zo leuk uit. Ik moet een beetje denken aan Olilie of zo. Kijk hoe leuk dit verpakking eruit ziet. Dit is toch een leuk cadeautje qua in ieder geval hoe het eruit ziet. En dan is het flesje wat minder bijzonder. Zo. Ik kan geen parfum omschrijven. Maar hij ruikt hartstikke lekker. Dit is echt zo'n geur die volgens mij iedereen wel oké vindt. Ja. Ik kan geen geurtjes omschrijven. Ik ga nu heel gehaast afsluiten. Doe even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je meer van dit soort video's wil zien, laat even weten of je de beelden in mijn weekvlog gaat checken. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hieronder voor heel veel supervlog leuke dingen. En ik zie jullie bij mijn volgende weekvlog of anders. Volgend weekend hoop ik met een nieuwe video. Maar sowieso bij een weekvlog. Want ik maak niet meer elke week standaard weekendvideo's. Omdat ik bij mijn baan het een beetje druk heb. Maar wel weekvlogs. Dus kijk die vooral. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog tijd. En heel fijn weekend. En doei! Oh ja, dan nog mijn laatste aankoop. Deze was €6. Ik twijfelde eerst, toen dacht ik, dit moet ik toch kopen. Ik heb vandaag al gebruikt. Daarom was ik even bijna vergeten. Ik vind hem zo leuk. Geweldig. Oh, batterij is leeg.